Wij waren het jeugdjournaal gewoon het journaal aan het kijken en wij zagen de beelden van Oekraïne en wij dachten daar moeten we wel iets aan gaan doen. En toen kwamen we op het idee om lege flessen en bierkrat op te halen. De kinderen en de beelden vond ik heel erg en de kinderen en de ouders ja, die moesten gewoon de kinderen gewoon van de grens af laten zetten en daardoor moeten ze gewoon hopen dat de kind een goed leven krijgt. Het is wel zielig voor ze, want het is niet oké om zomaar oorlog te hebben in je land en dat wil je voor niemand. Ik vind het niet zo leuk voor hun, want die Poetin die gaat hun zomaar aanvallen en dan zitten hun daar en dan hebben ze heel lang geen schoon water, ze zijn heel erg geschrokken, ze weten niks van hun vrienden, ze hebben geen school, dat snap ik, dat vinden ze misschien niet heel erg, maar en het is gewoon, ja, ik denk dat ze het niet zo leuk vinden. Ik vind het heel zielig, want ja, de Russen gaan wel opeens aanvallen, terwijl Oekraïne zelf mag bepalen of ze bij Europa horen, volgens mij gaat het daarom. Maar ja, ik vind het wel eens heel zielig. Ik vind het best wel zielig, want hun hebben eigenlijk niks verkeerd gedaan. En ja, dan worden hun juist aangevallen. En wat vind je het leukste aan jullie inzamelactie? Dat we geld hebben opgehaald en dat we daarmee de kinderen blij kunnen maken. Hoeveel geld hebben jullie opgehaald op dit moment? Ik weet niet precies, maar volgens mij iets van 170. Ik vond het leukste eigenlijk dat mensen er ook heel veel voor over hadden om flessen te geven. En dus eigenlijk ook eigenlijk hun geld kunnen geven voor Oekraïne. En dat vind ik heel mooi. We hebben €172,75 opgehaald. En dat vind ik zelf wel een mooi bedrag. Ik vond het een heel hoog bedrag wat we hadden. En daarom ben ik er ook trots op. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? Ik zelf 2 dagen. Maar volgens mij zijn er ook nog kinderen die 3 dagen hebben opgehaald.